Nou, ik ben Anouk van der Heijden. Bij mij thuis hebben we ook niet veel geld, maar wij redden ons. Maar er zijn ook gezinnen die zich niet redden. En daarom is het zo belangrijk dat het geld dat Almelo krijgt naar de kinderen gaat. De Minima-partij heeft met steun van andere mensen en organisaties op de markt gestaan en hun best gedaan om veel handtekeningen te verzamelen. Allemaal handtekeningen van mensen die ook vinden dat het geld naar de kinderen moet. In totaal zijn er 561 handtekeningen op de markt opgehaald en 212 online. Dat maakt samen 777 handtekeningen. Ik wil straks samen met Alex deze handtekening aan de wethouder geven. Ik hoop dat deze handtekeningen helpen om het geld goed uit te geven. Geef de kinderen bijvoorbeeld een winterjas. Ook zij willen het deze winter warm hebben. Of andere dingen die het leven van kinderen veel beter kan maken. Dank u wel. Ik ben Alex Korte, middenstadsondernemer in deze stad. Ik leef met mijn kinderen niet in armoede. Maar ik ken genoeg collega-ondernemers waar dit wel zo is. Armoede zie je niet aan de buitenkant. In aanvulling op Anouk wil ik benadrukken dat het echt belangrijk is dat het geld daar komt waar het hoort. Bij onze kinderen. In armoede. Bij onze toekomst. Wij zijn blij dat de Raad afgelopen dinsdag het amendement heeft aangenomen voor 2017. Maar we willen de Raad verzoeken er echt op toe te zien dat we voor 1 januari 2018 weten wat we gaan doen met het geld van 2017. Tot slot. Ook voor 2018 is het de bedoeling dat dit geld voor de kinderen besteed gaat worden. Hierbij een oproep namens 777 mensen die een handtekening hebben gezet. Besteed het geld aan de kinderen en neem bij de begroting ook het goede besluit. Stem voor het aangekondigde amendement. Dank u wel. Ondanks dat vorige week het amendement is aangenomen, is wel door de wethouder gezegd dat het heel kort dag is om alles nog te realiseren. Dus wij wilden toch echt ondersteunen dat het moet en dat er ook 777 handtekeningen zijn gezet. En daarbij draagt dit natuurlijk ook bij voor het besluit dat wij in 2018 moeten nemen, wat we op 2 november gaan doen. Waar we net eigenlijk ook al een stevig debat over hadden, al in het politiek beraad. Dat het maar de vraag is of het college bereid is om de volledige 515.000 euro daaraan te besteden. Dus nu krijgen ze dus een gat in de begroting. Nou, dat gat dat moet je natuurlijk ook relatief zien. Het is extra geld, geld wat wij extra gekregen hebben als Almelo om te besteden aan de kinderen. Dus het volledige bedrag moet daarheen. Daarbij was het zo dat op 14 februari door de Minima-partij voor de allereerste keer vragen al zijn gesteld over dit budget. Toen is toegezegd dat het volledige bedrag naar de kinderen ging en later is dat ingetrokken. Dus men wist vanaf 14 februari dat er gezocht moest worden naar dat geld. En om dat gat in de begroting te voorkomen. Dus ik wens daar het college heel veel succes mee.